Al jarenlang loopt de oplages van landelijke dagbladen terug. Wij vroegen de inwoners van Roermond of ze een krant lezen. En zo ja, welke? Ik heb een krant. Ja. Ja. Welke krant heeft u? Ik heb de Roermondse krant, hè. De Limburger. Was vroeger de Roermondse. Ja, die heb ik. Die lezen we dus elke dag. Maar ik denk dat de krant net zoveel hinder ondervindt van internet en al die andere, de andere media als wat misschien de normale ondernemer ook ondervindt. Ja, zeker. Ja, ik heb twee kranten. Ik lees de Limburger en af en toe, ik koop meestal op zaterdag de Volkskrant. Ik heb gewoon een Limburgers Dagblad en daar blijf ik bij. Ja, we hebben twee kranten. Ik heb de Limburger en de NRC. Okay, en daar bent u tevreden over die daar kant? Daar ben ik tevreden over, ja, want anders had ik zelf gezegd. Hey, waarom heeft u voor de Limburger gekozen? Nou, die keuze was al gemaakt, dus ik ben er mee gegaan. Ik vind het prima. Dus okay. Maar door wie is die keuze dan gemaakt? Door de partner. Ja. Dus die had hij al. Nou, wij verkopen de kranten, dus ik neem de krant van de winkel mee. Ik heb de krant eerlijk gezegd opgezegd en ik doe het nu samen met een dochter van mij. Ja, simpelweg vanwege de kosten. Nee, ik heb geen krant, het is net te duur. En waarom gekozen voor de Limburger? Want Trompetter staat ook heel veel in. Waarom dan? Ja, omdat Trompetter toch meer eigenlijk advertenties is en net acties of dergelijke wat er hier in de buurt afspeelt. Terwijl eigenlijk toch in de Limburger staat wat er gebeurt hier in de buurt. Je staat als in haar regio en alles. Hè. En dat is voor... perfecte krant. Perfecte krant? Ja, perfect is die. Ja, maar... Iedere dag lees ik hem. Vandaag heb ik nog geen tijd gehad, maar... Waarom heeft u precies voor de Volkskrant gekozen? Nou, ik vind het een hele goede krant waar je ook hele goede achtergrondartikelen leest over zaken die in de wereld spelen dus, en in Nederland. Dus toch meer informatie wat dat betreft, serieuze artikelen dan een regionale krant, vind ik. Ja, je staat al in voor de ganse regio Limburg, hè. En dat is waar het mee om gaat. Hè. En waarom heeft u juist voor die kranten gekozen? Omdat de Limburger regionaal nieuws is, dat ik daarvan op de hoogte ben. En de Volkskrant vind ik gewoon sowieso een goede krant. Hoe houdt u zichzelf op de hoogte? Ik kijk veel op internet, hou ik het bij. Dus de nieuwsite, telegraaf.nl, nu.nl, Limburger ook. Dus daar hou ik het eigenlijk een beetje bij. Ik blijf goed op de hoogte, met de tv en hier de krant. Dus en de rest wat we willen weten, het lokale, dat doen we hier met... Limburger, of die gratis dingetjes die huis aan huis komen, eventjes vlug doorkijken wat plaatselijk gebeurd is en dan gaan ze gewoon papierbak in. Nationaal kijk ik ook, TV8, TV Limburg kijk ik ook. Hè. En de rest had ik dan nog bij het wereldnieuws, nog bij het nieuws op televisie, dus ik ben voldoende voorzien.